Ja, ook jij hoort erbij. Een hele goede morgen deze zaterdagmorgen. Ja. Nog lekker even op bed. Ik zit dan wel lui onderuit. Met de diertjes om mij heen. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is dus vandaag zaterdag 20 februari. En we leven om 11:40. Ja. De tijd houdt geen schot als je zelf niks doet, hè? Nee. En, oh jongens. Wat doen we allemaal? En wat doe jij? Waar ben jij mee bezig? Waar zijn jullie mee bezig? De ene gaat, de ander kijkt. Ja, de ene kijkt. Oh, lekker slobberkontje. Ja, lekker slobberkontje. Het is het rijker. Dat doet Elwin allemaal, hè? Kandafie. Je kan af. Ja, ook een goede dag. Ja. Ja, ook jij hoort erbij. Ja, jullie horen er allemaal bij. Wat jou, Elwin? Of heb jij wat te zeggen, Rijka? Heb jij wat te zeggen, Rijka? Niks? Allemaal lui? Allemaal lui wezen? Ja, ook lui. Ja, we gaan er zo wel uit. Ja. Of niet dan? Ja. Want je moet eerst wat doen en dan moet ik nog even een half uurtje blijven leggen en daarna gaan we eruit. Yes, zeker te weten. Dan moet ik een broodje doen. Ja, en dan even kijken hoe de wind waait. En als die goed staat. Dan pak ik de booster, dan pak ik Elwin en dan blijf jij even thuis. Een keertje. Dan hebben jullie allebei rust. Ja. Maar dat zien we wel. Eerst het, naar de wind kijken hoe die staat. Met de kaartjes doe ik het niet. Nee. Het kan wel mooi weer wezen, maar als het nog te koud is. Auw! Grote! Gaat het even niet met jou? Kuspelkontje. Is een kuspelkontje. Je bent een kuspelkontje. Rijka. Hé, Rijka. Rijka kuspelkontje. Hé. Hallo.
Je bent een kwispekontje. Ja, je bent een kwispekontje, ja. Dan moet je ook nog maar even gaan slapen, zo. Slaap, kindje, slaap. Hè? En die zit in de spinnen. Met zijn rug naar me toe. Hé? Zit je te spinnen? Ik hoef geen acupunctuur. Nee. Heb ik niet nodig. Maar oké, lieve vrienden, ik moet nog even een beetje wat doen, anders kijk er niet uit. Nee. Ik moet altijd eerst medicijnen innemen en dan moet ik een half uur wachten voordat ik uit mag. Anders word ik nog zieker dan ik eigenlijk al ben met die hoofdpijn. En dan heb ik ook nog eens een keer een maag die op gaat spelen. Ja. Dus dat moet me niet. En om dat tegen te gaan heb ik daar medicatie voor. En moet ik een half uurtje blijven leggen. En dat doen we dan maar. Wat moet jij? Wat is dat dan? Ja, we gaan niet bijten. Moet best aaien. En dat moet. Van jou. Ik geef weer een pootje. Auw! En nog een pootje. Pootjes vind ik wel lief. Maar je doet me ook zeer. Je bent een dikke boefje, hè. Hey. En heeft baasje jou nog geleerd, hè? Pootje geven. Krijg weer een pootje. En nog een pootje erbij. En nou? Maak mijn hand terug. Ik wil mijn hand terug. Zo, dank u. De pootje iedere keer. Wat is dan? Hoe moet je dan? Hé? Hoe moet je dan? Pootje. Zo, een pootje, hè? Nee, niet bijten. Niet bijten. Pas op, hoor. Wat is dat? Krijg voor jou pootje. Krijg voor jou pootje. 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 Goed zo. Ja, ik moet ook om jou denken, hè, met je nageltjes. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks. Ja, hallo, lieve vrienden, dan ben we weer. Hè. Ja, we waren er al even, maar nu zijn we er weer. Ja, het is nog steeds zaterdag, uiteraard. En het is ook nog steeds de 20e februari. Vandaag had mijn lieftallige zoon Harret van Beek jarig. Tenminste, die is jarig. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, lieve schat. Ja, je moeder houdt nog steeds van jou. Jij alleen nog niet meer van mij. Maar dat kan ik niet doen, dat is jouw probleem, niet mijn probleem. Ook had mijn schoonmoedertje jarig kunnen zijn. Die is in de hemel, die is 27 november 4 jaar geleden overleden. Ze is bij haar zoon, mijn mannetje. Nog 5 dagen te gaan, dan is het voor hem 4 jaar geleden.
Hij leefde nu nog 4 jaar geleden, want we gingen naar Den Bosch toe om haar verjaardag te vieren. Ook zij leefde toen nog, maar dat doet me veel pijn en verdriet. Al zie je dat wel niet, ik ga er gewoon straks lekker even door. Eerst even lopen met de beide meiden. Daarna pak ik mijn boete, die zit ik helemaal klaar en dan ga ik met Elwing erop uit. Ja, ze weet het alleen allemaal niet, maar dat maakt niet uit. En hoe vinden jullie met mijn coronakapsel? Prachtig, hè, meneer Heus? Nou ja, we lopen er allemaal mee, we hebben er mee te dealen, ja. Ik heb mijn nieuwe kleding aan, dat zat mooi. Ik heb deze ketting erbij, hoor, waar ik het gisteren over had. Er zit allemaal strass in, je ziet dat het is bling, 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 bling. Ja, nou, die hangt erbij. Nou, ze heeft met goud en zilver om mijn nek. En dat is, dit is niet echt, nee. Deze is wel helemaal echt. Ja, deze is niet zilver, maar metaal. Maar wat erin zit is wel echt. Dat is een carbonsteen. Ja. Nou, jullie komen naar mijn stelen, maar dat gebeurt gewoon. Nee, want ik heb het al. Ja, dan moet je eerst mij wat aandoen voordat je het krijgt. Ja, want ik geef het niet zomaar. Het is allemaal iets speciaals. Het heeft voor mij een dierbare waarde voor jou. En voor jou, nou ja, dan kan carbonsteen het kies jou nog kopen. Ja. Ik meen het trouwens dat ik het hoorde van het is carbonsteen. Ik heb carbonsteen nog nooit gehoord. Wel carbonpapier, maar steen. Oké. Maar ja, carbonsteen, dat schijnt nog wel prijzig te zijn. Maar oké, lieve vrienden. Ik heb de GoPro camera heb ik aan de lader. En die wil ik straks ook mee. Uiteraard gaat dat ook mee. Het is tevens op mijn telefoon. Ja! Dus, en ze willen nou even wandelen. En dat gaat ook gebeuren. Ja. Ik heb nog koffie staan. En ik moet naar de wc. En dat gaat ook allemaal door. Ook mijn nieuwe oorbellen. Ja, is dat mooi, hè? Ja. Wie weet wat dit voor een oorbel is? Ja, ik weet het. Maar nou jullie nog. Als je het weet, zet je het hieronder. Ja, toch? Dus wat is dat? Wat houdt dat in? Wil ik graag weten van jullie. Ik weet het zelf wel, want ik kan het zien. Nee. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is een beetje vreemd, raar weer. Dan is zon, dan is een skier, dat doet zeer aan je ogen. Maar voor de rest lijkt me wel een fijn weer toe. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet. En ik kom later wel weer naartoe. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!
Ja, lieve vrienden. Ik ben alweer geruime tijd thuis. We hebben heel wat afgereden, althans. Ik heb gereden, zij alweer heeft gelopen. Ja, jullie, ik weet niet wat jullie hebben kunnen zien. Want hij was niet helemaal vol. Dus wanneer hij gestopt is, weet ik niet. Op een gegeven moment keek ik en toen deed hij het al niet meer. Dus ik ben zelf ook benieuwd wat erop zal staan. Maar dat merken we wel. Dat komen we wel achter wanneer ik het leeg haal. En dat zal vandaag denk ik wel wezen. De computer staat nog uit. Maar ik ga hem zo meteen aandoen. En ik ga eerst de vlog in elkaar zetten voordat ik de boel leeg haal. Dan loop ik dus weer op achter. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Het komt wel goed. En ik heb boodschapjes gedaan. Dat ik terugkwam. Dus ook dat heb ik al gedaan. En ik kwam net weer thuis, ik had net mijn jas uit. Ging de telefoon en dat was onze Mary. Die is door de eigen schuld verkouden geworden. Foei, 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 Mary. Die gaat dan ook zonder jas naar buiten toe. Moet je niet doen, moet je niet willen. Nee, ja, niet denken van het kan wel even, ik moet naar de scheur toe. Ja, dan nog, juist dat kleine stukje kende van net wees in de tien, allemaal weer. Jas aandoen, ja. Maar ja, in ieder geval bij de poort hier is het was het net dat keek, 17 graden, het is nu 16 graden. Bij de poort, dus. Lekker toch? Ja! Helemaal blij mee, hè? Ja, en laat dat, het beest is moe. Ja, hé, je bent moe, schat. Ja, kom eens even. Kom eens even, je bent moe, schat. He, zo lekker gelopen. Zo lekker gelopen, hè? Ja. Zo lekker gelopen. Hé? Ja. Oh. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, het gaat hier goed verder. Voordat het gaat, ja, niet op mij alleen, ik ben toch gek. Ja, ik laat het liever niet tonen, maar ik ben wel helemaal kapot van verdriet momenteel. Maar ja. We gaan gewoon door met die banaan. Hé? Joh. We gaan gewoon door met die banaan, ja. En ik heb er iets schrik me rot. En waarvan? Het is maar een hele dunne trui die ik aan heb. Zit ook onder de haren van Elwin. Hé? Ja. Ja. Zeker. Wat is die zo lief? Rijk ook hoor. Is ook lief. Maar die heb ik lekker thuis gehouden. Even een keer uit elkaar. Moet kunnen. De andere keer gaat Rijka mee en dan laat ik haar weer eens thuis, weet je. En dan kan zij weer lekker meelopen. Ja. Dus dan, ja, niet dat Rijka dat kan om zo'n heel eind te lopen. Nee, die zit meerendeels en dan hier en daar even lopen en even rennen en even los. Dat durf ik met Elwing nog weer net niet aan om los te laten lopen, omdat ik niet weet wat die doet. Moet ik eerst zien. Ze moet eerst buiten ook luisteren naar mij, weet je? Dat, ja. Maar ze deed het vandaag perfect hoor, echt. Dan was ze wel niet los, aangeleid, maar ze deed het goed. Ook was er een hele prachtige mooie hond, een witte. Ja, was ze een herderachtig, maar het was geen herder. Maar nee, het was ook weer een kruising. Doe even normaal. Oh, die zit te eten. Ik denk, wat heeft die nou in de bek? Heel moeilijk doen met de bek waar lopen. Maar in ieder geval, dorst er zo niet eventjes nog los te laten. Ik denk, dat komt ooit wel eens bij een losloopgebied. Want ik ben nou geweest waar geen losloopgebieden zijn. Ook het Tjutselpark of Timmerpark. De ene zegt Timmerpark, de andere zegt Tjutselpark. Ja, dat is van jou iets, schat. Dat zal ik dus even laten zien aan de mensen. Ja, even laten zien, hè. Deze is ooit van Frodo geweest. Dat is de loopriem. Daar rekt de halsband nog van. Die heeft Elwing wel om, de halsband. Dat ik thuis kwam van lopen, heb ik de halsband omgehouden, de rest heb ik afgedaan. Toen heb ik er, dat ik de booster buiten de poort had gezet en al, toen heb ik deze gepakt. Daar heb ik eraan gekoppeld. Ik heb hem meegenomen naar de booster.
Toen heb ik deze omgedaan bij. Die zit dan om mijn armleuning heen. Dus die zit vast aan mijn armleuning. En deze had Elwing om. Maar, naar mijn idee, is het ding haar veel te wijd. Ja, echt. Want hij zit niet goed meer. Dus ik moet er even een betere voor halen. Want dit is, hij is uit zijn verband getrokken. Hij zit bij haar scheef. Ja, of ik moet bij haar beter instellen. Dat hij, weet ik veel. Hij is gewoon te wijd, naar mijn idee. Maar dat moet ik even bekijken hoe dat moet. Ja, goed. Echt, dat beest dat zat erin. Dat is helemaal scheef. Ik denk, nou, dat zit toch niet lekker bij dat beest. Het moet toch lekker zitten, weet je. Ja, maar dan moet ik even naar kijken hoe ik dat moet hebben. En er is nog niet deze maand, maar niet. Het is nog februari nog. Niet in maart, maar die maand erop. Als ik dan weer loon krijg, want ik moet het wel even zien te schipperen hoe ik dat moet hebben. Even een betere kopen. Ik vind hem ook niet mooi qua kleur. Ik vind het een vieze kleur oranje. Net een, ik vind het niet mooi. Ik wil al dat rode hebben. Ik vind dat veel mooier. Kijk, zoals deze kleur, rood. Dat moet meer, ja, ik vind dit niet mooi. Dus ik ga dit eens even zien hoe ik tijdelijk het beter kan krijgen. En dan zien we wel weer. Hé meisje, jij bent nou mooi, schat. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het leven, want het duurt maar even. Ja toch, denk aan jezelf, blijf gezond. Oh ja, ik heb ook nog heel even meegedaan met demonstreren tegen de stootje daar in Den Haag. Ja, hoepie, mee staan te doen. Ja, ik kreeg mijn koffie toe en Elwin kreeg water. Nou, wat wil je nog meer? Toppie toch? Dus zeg aan lieve vrienden, geniet ze en tot later. Nou, kikjes, uitgeteld. Helemaal uitgeteld. Bek af. Oeh, even uitrekken. Nee. Welke zij had gekregen, dat was dat ding. Ja. Ook inderdaad van Julius K9. Nou, dat is bruin-oranje. En die, ik heb hem ingekort en nog zat hij bij haar als een sloddervos onderheen. En nou heb ik die rode van Frodootje. Die is kleiner, maar die past er perfect. Ook die moest ik nog kleiner maken. En dat heb ik erop gezet. Vanaf die weggehaald en hierop gezet. Nou, klaar is klaar. En deze had ik gewoon weer om mijn armleuning heen gedaan, die lus. En vastgekoppeld. Zo is hij meegegaan. Enkel met deze om, met die oude. Ja. De volgende keer krijgen ze deze om. En dat was de asbak. Nee, had het geen asbak moeten worden. De volgende keer krijgen ze de rode om. Ja, helemaal waar. Hé, Gandalf. Ja, nou. Gandalfie. Yo, Gandalfie. Dus dan weet je het even, schat.